minuten over negen. En naast mij zit Kees Dorrestein. Ja, wat een politieke stoelendans. Ja, het is een stoelendans, want Cor van Nieuwenhuizen stapt per direct op als de missionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Niet door een burn-out, maar ze heeft een nieuwe baan. Per 1 oktober wordt ze voorzitter van Energie Nederland, de brancheorganisatie. We praten erover met Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. En straks ook met VVD-prominent Frans Wijslas. Sofie, om met jou te beginnen. Ja, ze heeft ooit in een interview met Volkskrant, meen ik, gezegd van ik word de opvolger van Rutte. Ja, of was het Elsevier? Ja, van Nieuwenhuizen. Precies. Ik heb de eerste vrouwelijke premier. Ja. Dat was haar doel. Ja, ik word de eerste vrouwelijke premier van Nederland. Nee, hè, namens de VVD. Dus wij dachten, die vrouw heeft ambitie. Hè. Ja. Hoge ogen gooit zij. Het lijkt erop dat ze die ambitie nu heeft opgegeven. Misschien, het duurt te lang. Ja, Rutte gaat toch nooit weg. Dat kan nog jaren duren. Mm-hmm. Misschien dat ze ooit denkt van nou, dan kom ik weer terug en dan word ik alsnog premier. Maar voorlopig, ja, ze gaat weg. Ze stapt op als minister per direct ook wel. Dus dat is wel een beetje een verrassing, ja, moet ik zeggen. Ineens, precies. Voor Energie Nederland, waar ze dan voorzitter gaat worden. Medi van der Laan opvolgt, hè? Ja, dat is natuurlijk wel een leuke baan. Want dan kan ze die energietransitie, alles wat voor ons ligt, kan ze daar lekker in gaan bijten. Dus ze gaat de hele branche doen. De leveranciers van stroom, gas, water. Dat zijn 70 partijen. En dat is natuurlijk een mooie opgave voor de komende jaren. Maar ja, je geeft er wel een ministerspost voor op. Hè, alsof dat geen mooie baan is. Dus dat is nogal wat. Ze wordt vervangen inderdaad door Barbara Visser. Ja. Ook een VVD'er. Die was staatssecretaris op Defensie. Dus we gaan weer opnieuw shuffle doen na zoveel shuffles van de afgelopen tijd al. En een aantal burn-outs die we hebben gehad. Dus Visser wordt nu gepromoveerd tot minister eigenlijk voorlopig. Tot er een nieuw kabinet zit, denk ik. Precies, ja. En Ank Bijleveld, de minister van Defensie, die neemt dus ook de taken van Barbara Visser er even bij, begrijp ik. Ja, zo schuiven we de hele tijd door. Hè? Want Kaag die moest ook naar buitenlandse zaken. Want Stef Blok die moest economische zaken doen. En we hebben dus in de nieuwe staatssecretaris op sociale zaken en op infrastructuur. Ja. Het is niet te geloven en ook niet meer bij te houden eigenlijk. Bas. Waar is Tientje al kwijt? Tientje van Veldhoven al kwijt natuurlijk. Hè? Ja, dat is van hetzelfde ministerie van Cora van Nieuwenhuizen. Daarom. Ik weet niet wat daar gebeurd is de afgelopen jaren, maar het is een leegloop. Want Cora ging haar taken dan weer overnemen. Mm-hmm. Precies. Natuurlijk. Ja, die nam de staatssecretaris erbij. Ja. Ik vraag me af hoe gezellig het was op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Maar dat is inderdaad een totale leegloop. En je hoort ook dat andere mensen, ook bijvoorbeeld Stef Blok, die heeft eigenlijk ook geen zin meer om door te gaan voor nog een rondje Stef Blok van de VVD. Ja, Wouter Koolmees, die twijfelt van D66 of hij nog door wil als minister. Mm-hmm. Het is een burn-out fabriek Den Haag, dat weten we allemaal inmiddels. Maar het is toch wel ongelooflijk dat er zo weinig animo is om verantwoordelijkheid te nemen in dit land. Maar wat een leegloop. Hè. We zitten in een missionaire periode, zijn op zoek naar een kabinet. Frans Wijsglas is bij ons en die is oud-Kamervoorzitter. En u tweette vanmorgen dat u woest bent, volgens mij, meneer Wijslas. Goedemorgen, meneer Van Werven. Goedemorgen, Sofie. Ik twitte het woord woest gebruikte ik nog net niet, maar ik ben het wel een beetje. Ja. Dat heeft u goed aangevoeld, meneer Van Werven. Waarom precies? Ik vind het, wat ik twitterde, te gek om los te lopen. En vooral, en Sofie gebruikte dat woord ook, ik vind het een volslagen gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel om het demissionaire schip, het demissionaire kabinet, als een van de kapiteins, want dat zijn ministers toch, nu ook weer voortijdig te verlaten. Ja. En dan ook nog inderdaad op hetzelfde ministerie als de staatssecretaris van Veldhoven. Ja. Een poosje geleden ook voor een eigen andere. Gebruik het woord eigen voor een andere baan. Dus naar het eigen belang kijkend dat ministerie verliet. Het is een soort duiventil in Den Haag. En ik vind, ik zeg het maar, dat de minister-president hier toch bezig is op een heel raar demissionair kabinetsmanagement te voeren. Ja, maar het is inderdaad, wat blijft er nog over van de eerste ploeg van Rutte? Eigenlijk een soort Rutte 4 ontstaat met andere hoofden. Omdat mensen inderdaad voor het eigen belang. Maar is dat het inderdaad? Is dat ook iets waarvan u zegt van dat hoort niet. Je moet je eigen belang niet laten prevaleren in zo'n demissionaire tijd. Je kiest voor het ministerschap. Ja. Dat duurt nu heel lang. Mm-hmm. In de demissionaire periode. Ja. Ja,
Waarom? Omdat dezelfde politici in Den Haag niet in staat zijn om een kabinet te vormen. Daar hebben we het al vaak over gehad. Ja, precies. En, ja, dat is nou eenmaal zo. En dan is het, ik gebruik het woord weer, ja, je verantwoordelijkheidsgevoel moet dan zo zijn dat je niet vertrekt. En aan de andere kant wordt er gezegd, en dat zien we ook, Sophie noemde ook het woord burn-out, dat het een heel zwaar beroep is. Wat gebeurt er nu? Een minister als Bijleveld, die keihard moet werken aan alles rondom Afghanistan, die ook nog eens een keer naast het ministerschap de belangrijkste adviseur van het bestuur van het CDA is, die krijgt er nu weer een staatssecretariaat bij in de komende periode. Dus ja, ze doen het alsof het niet het hoogste ambt is, benoemd door de kroon, bestemd om het land te dienen. Maar ja, ze doen maar. En dan wordt mevrouw van Nieuwenhuizen voorzitter van Energie Nederland. Ik zeg niet dat het belangenverstrengeling is, dat is een groot woord. Maar het raakt ook wel weer heel erg aan het ministerie waar ze vandaag vertrekt. Van infrastructuur en waterstaat. Maar dat gebeurde ook bij Stientje van Veldhoven. Zeker, exact. Dat was hetzelfde. Zeker. En dat is toch een beetje ook, want binnen uw partij, hè, dit is weer een bewindsvrouw van de VVD die opstapt. Visser komt dan op die plek. Maar het is toch ook iets wat, is het cultuur in de VVD? Notabene hebben we een premier die daar toch in de partij iets van moet zeggen. Of moet u dan weer eens op de banken gaan staan tijdens het volgende ledencongres? Ja, het is niet alleen mijn partij. Mevrouw van Veldhoven was van D66. Precies. Dus maar van Nieuwenhuizen wel. Maar de eindverantwoordelijkheid voor deze gang van zaken, dat zei ik al, heeft de minister-president. Is Rutte, die is natuurlijk wel van de VVD. Ja. En we hebben nog niet eens een kabinet, hè? Nee, omdat we er al zo vaak over hebben gepraat. Ja. Maar goed, de laatste keer dat ik met u daarover mocht praten, zei ik dat er op 1 oktober een kabinet op het bordes moet staan. Ja. Dat kan ook een minderheidskabinet zijn. Ja. Daar, die kant lijkt het nu op te gaan. Mm-hmm. Maar als dat 1 oktober, en nou laat ik mild zijn, 5 oktober is ook goed. Ja. Maar rond 1 oktober niet zover is, dan blijf ik toch bij mijn opvatting dat het onvermijdelijk is dat we naar nieuwe verkiezingen toe gaan. Ja. Hoe ongelooflijk slecht en hoe groot falen dat ook van de politiek zou zijn. Ik zit er absoluut niet op te wachten, integendeel. Nee. Maar het zou zomaar kunnen. Maar en we hebben het hier over 5 oktober 2021, hè? Ja, zeker. Zeker. Ja, meneer Wijsgaas, dank. We gaan nog even naar Sophie. Sophie, want hoe zit het nou? Een hamer als informateur is nou toch ook niet de meest krachtige figuur gebleken om de bruggen te slaan tussen die partijen die het niet met elkaar eens kunnen worden, hè? Nee, het is haar nog steeds niet gelukt, die hamer. En ze gaat nog een belangrijke poging wagen, zometeen. Om 10:00 een therapeutische sessie met GroenLinks PvdA aan de ene kant van de tafel en dan Mark Rutte van de VVD aan de andere kant. Waarom wil Rutte nou echt niet met die twee linkse partijen? En dan om 11:00 D66 tegenover de ChristenUnie, Geert-Jan Segers. Mm-hmm. Waarom willen jullie nou niet met elkaar? Of waarom wil Kaag niet met de ChristenUnie? Het is een misschien wel een laatste poging voor die doorbraak. Ja, ik verwacht eigenlijk nog niet dat het nou direct gaat lukken. En dan moet ze toch vaststellen, het lukt niet. Vervolgens een sessie nog met de drie partijen die wel willen. VVD, D66, CDA. En dan komt toch echt wel de vraag dichtbij, zullen we dan maar een minderheidskabinet doen met z'n allen? En dan, Bas, dan komt die datum van 5 oktober of 1 oktober ook wel dichterbij. Exact. Want dan kan je misschien veel sneller spijkers met koppen slaan. Ja, ja. Of nieuwe verkiezingen, zoals Van Zwijstra zegt. Hè? Uiteindelijk, dat zou misschien zijn. Daar is heel weinig belang natuurlijk, zeker bij partijen als D66 en het CDA. Die willen echt geen nieuwe verkiezingen. Nee. Want dan zouden ze wel eens heel laag in de peilingen kunnen eindigen. Ja. Ik ben benieuwd of op de premier nog iets gaat zeggen vandaag. Gisteren zei hij eigenlijk helemaal niks, zoals de afgelopen 5 maanden. Ja. Dankjewel, Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever. En daarvoor hoorde je VVD-prominent Frans Wijsglas, oud Tweede Kamervoorzitter.